Goed zo, Jos. Maar die moeten nog de pitstop maken. Dus Verstappen rijdt hiervoor, maar de mannen daarachter moeten nog een pitstop maken. Oh, en daar een gigantisch ongeluk. Bij het opkomen bij Paddock Hill Benz en de twee auto's. Enrico Tocacello, die daar uiteindelijk tegen Khalil Bashir aangereden is. Khalil Bashir, de auto van Libanon, die op zijn kop ligt. De auto van Tocacello die ernaast staat. En dit zou wel eens een safety car kunnen zijn. Is dit een safety car situatie of is dit geen safety car situatie? Ik denk van wel, want die Khalil Bashir die moet even uit de auto gehaald worden. Khalil Bashir, de man uit Libanon, die ligt op zijn kop. Dit is Enrico Tocacello. Dat ziet er wel goed uit. Het doet me denken aan een ongeluk van Ross Cheever, wat hij jaren terug had in de Formule Ford. En daar is inderdaad de safety car op de baan. Hij pakt niet de leider, hij pakt Timo Scheider op, maar de safety car op de baan. Daar wordt even hard geremd door het team China. Rechts in beeld, er wordt rustig gewerkt. Ik denk dat alles redelijk oké is met de rijders, want die mannen zie ik er rustig uitkomen. We hebben een safety car op de baan. Wat gebeurt er? Daar is Tocacello en hij kijkt weer. Hij kijkt, hij remt laat, hij zet hem ertussen. Maar hij zet hem er niet helemaal tussen. Ja, 6 van 1 en een half dozijn van het ander zullen we maar zeggen. Want Bashir heeft hem niet gezien. Tocacello had er misschien nog meer tussen kunnen zitten. Dat deed hij niet. En dit is het ongeluk. En zo zien we dat de E1 Grand Prix auto's wel heel erg sterk zijn. En dit is dan wel de tijd dat je een pitstop wil maken. Iedereen de pits in. Jos Verstappen zal weer naar voren gaan. Hij rijdt achter Nieuw-Zeeland, achter Japan. En dat zijn mannen die echt veel verder naar voren zijn gestart dan Jos Verstappen eerder in deze race. Hier staat een auto scheef. Daar zien we paniek in de pits bij Team Australië. Goed, Brazilië, Australië en Groot-Brittannië. Dat zijn de mannen die het voorlopig doen hier op Brands Hatch. Jos Verstappen rijdt nu net buiten de punten. Maar of dat na de pitstops ook zo is, dat gaan we meemaken. En moet je horen, Team Engeland ligt eerste. Team Australië ligt tweede. En nou komt, dan pas komt Team Brazilië. Een goede pitstop van Team Engeland. Dan Team Australië en dan pas Brazilië. We hebben een nieuwe leider hoor. We hebben een nieuwe leider. Het is nog niet gedaan hier. We hebben 23 ronden te gaan. Een nieuwe leider en een safety car. Wij zijn terug na de onderbreking. En dit is het einde van het ongeluk van Enrico Tocacello en Khalil Bashir. Kijk eens hoe snel die marshal erbij is. Vanaf een ander camera standpunt nog een keer. Beide mannen zijn uit de auto. Beide mannen zijn oké. De safety car is op de baan. En let op, dit vind ik het meest... Kijk eens, al die stenen zeg. Oh, al die stenen die door die auto vliegen. Had alleen zijn vizier even niet open moeten doen. Want daarmee kun je ze natuurlijk in je... ogen krijgen. Dat is niet handig. Hij is oké. Okay. Hij is uit de auto. Hij heeft gezwaaid naar het publiek. En kijk eens. 9e ligt op dit ogenblik Jos Verstappen. Voor het team van Canada. Achter het team van Japan en Zuid-Afrika. Die dus een hele goede pitstop gemaakt hebben. Want Zuid-Afrika reed overigens achter Jos Verstappen. Nieuw-Zeeland, Maleisië, Mexico. Allemaal gaan we dadelijk een herstart meemaken. En dan krijgen we ook de powerboost. Want op de herstart moet je gewoon je powerboost gebruiken. Het team van Pakistan, waar Jos Verstappen vlak achter reed voor de pitstops. Die hebben een hele slechte pitstop gehad. En zijn erg ver teruggevallen. Nou wordt iedereen doorgestuurd achter de safety car. Want wat is er aan de hand? Inderdaad, de...